Een tafel en een kast vol dagelijkse attributen, meer heeft een goede prof niet nodig om zelfs de moeilijkste theorieën simpel uit te leggen. Vaak gehoord, maar nooit goed begrepen. Vandaag legt professor in de politieke wetenschappen Dave Sinardet het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde uit. Om de politieke knoop rond Brussel-Halle-Vilvoorde te ontwarren, is het allereerst belangrijk om te weten dat ons land is ingedeeld in taalgebieden. Een taalgebied bepaalt wat de officiële taal is in de verschillende delen van ons land. Dit is de taalgrens. Ten zuiden van die taalgrens is de officiële taal het Frans. Ten noorden van de taalgrens is de officiële taal het Nederlands. Maar er is natuurlijk ook een officieel tweetalig gebied in ons land en dat is het gebied Brussel. Daar zijn dus zowel het Nederlands als het Frans de officiële talen. Natuurlijk is de situatie in realiteit net iets complexer dan dat. Zo zijn er ook een aantal Nederlandstaligen die in het Franse taalgebied wonen en er wonen ook heel wat Franstaligen in het Nederlandse taalgebied, vooral in de Vlaamse rand rond Brussel. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat ons land ook is ingedeeld in kieskringen. In een kieskring kan iedereen bij verkiezingen voor dezelfde kandidaten stemmen. De meeste kieskringen vallen binnen één van de taalgebieden. Op één belangrijke uitzondering na, de fameuze kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Die omsluit namelijk zowel het tweetalige gebied Brussel als het eentalige gebied Halle-Vilvoorde. Wat betekent dat nu concreet? Wel, omdat in een kieskring iedereen voor dezelfde kandidaten kan stemmen, betekent dat bijvoorbeeld dat Franstalige inwoners uit Halle-Vilvoorde ook kunnen stemmen voor bekende Franstalige Brusselse kandidaten, zoals bijvoorbeeld de Franstalige liberaal Charles Conga. Die heeft er op zijn beurt natuurlijk baat bij om campagne te gaan voeren in Halle-Vilvoorde om die Franstalige kiezers ook te overtuigen om voor hem te stemmen. Die situatie is echter een doorn in het oog van een heel aantal Vlaamse politici, want volgens hen zou dat ertoe leiden dat Halle-Vilvoorde en ruimer de Vlaamse rand verder verfranst. Daarom eisen zij onverwijld de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Daardoor zouden er twee kieskringen ontstaan, één kieskring Brussel en daarnaast een kieskring Vlaams-Brabant, waar Halle-Vilvoorde dan deel van zou uitmaken. De keerzijde van de medaille is echter dat de Brusselse Nederlandstalige kandidaat Karel Kellogg niet meer zal kunnen rekenen op de stemmen uit Halle-Vilvoorde en dus waarschijnlijk niet meer genoeg stemmen uit Brussel zal overhouden om nog verkozen te raken. U ziet, dit is een zeer complexe situatie en het zal Elio Di Rupo dus waarschijnlijk nog veel bloed, zweet en tranen kosten om die naar ieders believen op te lossen.